Nou, vandaag is de eerste aflevering van Zo Gezond Helmond Specials. Nou gaan we eigenlijk niet meer in op beweging, maar we gaan een stukje voeding op. Dus we gaan kijken hoe voedingsmiddelen geproduceerd worden. Ik ga vandaag kijken hoe de Babi Pangang saus geproduceerd wordt. Nou, we staan hier nu in het magazijn. Wat ligt hier eigenlijk opgeslagen? Hier liggen allerlei producten die wij nodig hebben voor het produceren van onze sauzen en voor het afvullen van onze sauzen. Oké, dus hier liggen eigenlijk alle grondstoffen? Hier liggen alle grondstoffen die wij nodig hebben om een saus te kunnen repareren, ja. Oké, en stel de pangangsaus die we dadelijk zien. Welke ingrediënten zitten daarin die hier liggen? Bijvoorbeeld suiker, gember, tomatenpuree, zout. Dat zijn ingrediënten die we nodig hebben om een pangangsaus te kunnen maken. Oké, en... Nou, ik wil misschien die pangangsaus wel thuis maken. Is dat makkelijker? En dan zeg ik van, nou, ik wil hem ook op grote schaal. Of hoe werkt dat precies? Is er veel verschil? Er zit een groot verschil in. Als je op kleine schaal een saus maakt, dan heb je niks te maken met voedselveiligheid op lange termijn. Dan praat je puur voor een product dat direct geconsumeerd wordt. Mm-hmm. Als wij een saus gaan maken die langer houdbaar moet zijn, dan heb je te maken bijvoorbeeld met conserveringstechnieken. Ja. Met temperaturen die je nodig hebt om een saus redelijk steriel te kunnen maken. En daar heb je natuurlijk thuis helemaal geen last van. Nu zijn we aangekomen in de afweekruimte. Hier worden alle grondstoffen afgewogen voor productie. Oké. Dit is de volgende stap na het magazijn. Ja. Dus vanaf hier gaan ze de productie in. Nou, dit is eigenlijk de belangrijkste ruimte. Wat gebeurt hier nou precies? Hier worden daadwerkelijk alle sausen bereid. Dus we komen net van de weegafdeling. Ja. Dus alle grondstoffen die komen dan in deze afdeling. Worden alle sausen worden gekookt. Oké. Als ze gekookt worden, dan worden ook gecontroleerd door de medewerkers. Ja. Die controleren of de viscositeit en de pH van de saus goed is. Die moeten borgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. En zo proberen we toch een saus te maken die aan alle mensen voldoet. Voordat de saus eigenlijk klaar is of gemaakt wordt, dan wordt het eerst ontwikkeld. Dat gebeurt hier in deze keuken. En hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? De klant komt meestal met een recept. Die maken wij na. Die proberen met onze eigen ingrediënten te matchen op smaak en op ingrediënten. Ja. Die mengen wij hier. Die koken wij. En dan gaan we hem vergelijken met dat wat de klant eigenlijk wil. Oké, en doe jij hem dan ook elke keer proeven? Iedere dag. Ja, iedere dag staan we hier te proeven. Iedere saus die hier voorbij komt, iedere saus die hier gemaakt wordt, is hier van tevoren geproefd, ja. Oké, en mislukt het ook wel eens? Of heb je ook soms een idee van, het smaakt helemaal nergens naar? Of? We hebben wel eens meerdere pogingen nodig, maar uiteindelijk komen we toch altijd dat wat de klant wil. Oké, heb je misschien een sausje voor mij om te proeven? Natuurlijk, toevallig net hier af. Dit is wat wij zelf hier nu op kleine schaal gemaakt hebben. Ja. En dit is het referent van de klant. Oké. Die kunnen we nu even testen. Dus die heeft de klant zeg maar gebracht? Ja, dat is het referent van de klant. Ja. Nou, dan zijn wij tevreden en dan sturen we het af naar de klant. Okay. En die gaat het dan goedkeuren. En dan hebben wij nog altijd het monster achter voor productie. Nou, stel ik wil thuis in de keuken ook een pangangsaus maken. Kan ik dat met de ingrediënten die hier bijvoorbeeld opgeslagen zijn doen? Of ja, hoe werkt dat precies? Dat kan. Alleen we hebben natuurlijk te maken met ingrediënten die langer houdbaar zijn. Ja. Thuis heb je vaak te maken met verse ingrediënten. Wij maken sauzen die een langere THT hebben als thuis. Want thuis kun je iets maken dat je direct consumeert. Ja. Thuis heb je te maken met een kleine pan. En we hebben te maken hier met grote ketels en stoom. Okay. Dat is het grote verschil. Oké, en... Ja, als je dan denkt aan voedselveiligheid en zo, daar zijn jullie ook heel streng in. Ja, op basis van ontwikkeling gaan wij een aantal recepten maken. En die recepten moeten voldoen aan de voedselveiligheid.
Daardoor moeten er ingrediënten toegevoegd worden of het proces aangepast worden, zodat een saus wel minimaal 6 tot 9 maanden buiten de koeling houdbaar kan zijn. We staan hier nu in de verpakkingsruimte. Alle zakjes die hier van de lopende band afkomen, zijn die ook echt goed? Zijn die ook echt klaar voor ingepakt te worden? Ze zijn 100% in orde. Alle zakjes die van de lijn afkomen, worden gecontroleerd door de machine, door metaaldetectie en checkweging. En daarna wordt de operator nog een keer gecontroleerd of elk zakje potdicht is. Oké, en hoeveel zakjes per minuut worden er nou eigenlijk gemaakt? Per machine komen ongeveer 20 à 25 zakjes per minuut af. Ja. Dat wil dus zeggen met twee machines 50 per minuut. Dat wil weer zeggen op een 600 kilo per uur. Zo, dat is echt veel. Ja, dat is een heel leuk aantal. En ik zie hier allemaal mensen met witte jassen en blauwe hoedjes oplopen. Heeft het met hygiëne te maken? Ja, alleen met hygiëne te maken. Alle mensen hebben hier bedrijfskleding aan. Die bedrijfskleding krijgen ze van ons. Het is heel erg belangrijk dat er geen haren in de saus kunnen vallen. Daar houdt iedereen ook een haarnetje op. Ja. En iedereen krijgt elke dag schone kleding. Alles gezien, vanaf de keuken totdat het hier in de vrachtauto gereden wordt. En als ik dadelijk in de supermarkt sta, dan zal ik altijd even terugdenken aan het productieproces.